Minister Carola Schouten deed woensdag haar boodschappen in de Achterhoek. Bij zorgboerderij en boerderijwinkel De Twisselt in Zelhem vroeg ze extra aandacht voor streekproducten. Wat gaat u dadelijk eten? Ik ga zo meteen een stoofschotel eten met lekkere wortel en uien en aardappels hier lokaal. Dus allemaal streekproducten. Schouten onthulde samen met de Gelderse fractie van de ChristenUnie een label dat voor meer herkenbaarheid van Gelderse streekproducten moet zorgen. Ze verzacht de regionale producten in de winkel van een sticker. Daarna kreeg ze nog een rondleiding over het bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat onze boeren in het zonnetje worden gezet. Want ze zijn namelijk degene die zorgen voor prachtige mooie producten. Voor de natuur om ons heen en ze houden het landschap ook in stand. En die waardering voor de boer, daar willen wij graag aan meewerken. Gewoon omdat we zo op die manier ook kunnen laten zien wat voor lekkers er allemaal in Nederland gemaakt wordt. Maar ook om te laten zien wat onze boeren allemaal doen en waar ons voedsel vandaan komt. Ik vind het een heel mooie manier om zo echt de waardering voor de boer, de waardering voor ons voedsel, om die te laten vergroten. En ja, mooi initiatief. En wij hebben gezien dat als je naar de supermarkt gaat, mensen gewoon maar wat spullen in hun winkelwagentje leggen. En er eigenlijk niet over nadenken waar het vandaan komt. En dat vinden we heel erg jammer. Dus wij hebben gezegd van maak nou al die mooie producten uit Gelderland, die door onze boeren zijn gemaakt, maak die zichtbaar als een herkenbaar streekproduct. Dan kunnen mensen ook een bewuste keuze maken om te kiezen voor een product waarmee je de lokale boeren kunt ondersteunen en wat ook nog eens veel beter is voor het milieu.